Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de kist open die voor mij staat. En de like challenge begint nu. Oh jongens. Zie jij welke twee appels in deze kist enchanted zijn? Spam dan appeltje in de comments hier beneden. We zijn weer back met een nieuwe Rainbow Steve Challenge. Je hoort het goed, Regenboog Steve gaat mij weer uitdagen voor een nieuwe challenge. De vorige keer hebben wij een Rainbow Pickaxe gemaakt waarmee wij door Bedrock zijn gebroken. Ook wel de $100,000 pickaxe genoemd. Super awesome. Even serieus, als ik die pickaxe in het echte leven had, zou ik letterlijk mijn vloer in één tikje, al zou ik per ongeluk tegen mijn vloer aanstoten, alles is weg. Guys, wij gaan eens even lezen wat er in het boekje staat. Wauw, indrukwekkend. Als ik mij niet vergis hoor, jij bent toch de jongen die de Rainbow Pickaxe heeft gemaakt? Jazeker. Bravo. Maar ja, een pickaxe. Wat stelt dat tegenwoordig nog voor? Veel! Minecraft draait om de pickaxe. Zonder pickaxe is Minecraft geen Minecraft. Ik bedoel, het gaat om minen. De naam zegt het al. Minecraft. Daar heb je toch echt een pickaxe voor nodig, Rainbow Steve. Je kunt wel zo denigrerend doen, maar het is goed wat ik heb gedaan. Een zwaard. Dat is wat we nodig hebben. Verdediging. Kracht. Zoals de vorige keer staat er wederom een ingrediëntencombinatie weergegeven. Maar je zult de ingrediënten zelf moeten vinden. Een kleine tip. Zoek het in de buurt van voedsel. Eten. Nom 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 nom. Het staat er letterlijk. Nom nom nom. Als het je lukt het regenboogzwaard te maken, dan ben je klaar voor de battle. De achtbaan zal je er naartoe leiden. Groetjes Rainbow Steve. Oké, wacht even. Welke battle? Ik ben deze video begonnen omdat ik graag een nieuwe uitdaging wou. Niet omdat ik wil battelen. Maar goed. Jongens. Waarom staan hier Ender Dragon hoofden? En waarom staat hier een kist? Oké, luister. Ik ga die kist later openen. Ik ga eerst even kijken waar de achtbaan... Wacht even. De achtbaan die ging geloof ik naar die end. Als ik het me nog kan herinneren. Oh nee, ik heb op internet gelezen dat dit een van de allerlangste achtbanen is die er bestaat. Deze achtbaan gaat letterlijk vanaf de plek waar wij nu zijn naar de end portal. Ik maak geen grap, oké? Luister, wat moeten wij doen? Wij moeten de ingrediënten vinden om het sterkste regenboogzwaard ooit mee te maken. Dit zijn de ingrediënten die we nodig hebben. 4 regenbooggems en 1 rainbow stick. We moesten het zoeken in de buurt van voedsel. Ik denk dat ik maar gewoon even een aantal trappen oploop in de hoop dat het me ergens naartoe leidt. Wat meestal wel gebeurt, want trappen die zijn er juist om jou ergens naartoe te leiden. Het zou raar zijn als trappen juist het tegenovergestelde doen en jou ergens van afhalen. Nee, zo werkt het niet. Dit ziet er al wel uit als een soort van farm. Oh jongens, wat is het toch met Rainbow Steve en zijn goede smaak voor voedsel? Het ziet er allemaal prima uit. Aardappeltjes, worteltjes, cacaobeans, enge pompoenen. Maar dit is de... Jongens, zien jullie ook wat ik zie? Oh, ik denk dat ik het heb gevonden. Ik denk legit dat ik het heb gevonden. Ik zag daar tegenover mij een soort van farm. Ik weet het niet zeker. Ik zag het een en ander bewegen. En dat doet mij er toch aan denken dat dat beesten zouden kunnen zijn. Schijnbaar ziet Rainbow Steve dat als eten. Dus wij gaan er een kijkje nemen. Ik heb trouwens niet alle golden apples meegenomen. Omdat ik hopelijk niet te lang bezig ben met... deze challenge. Wat? Rainbow golems. Oké, luister. Ik weet zeker dat als jij het aan de stok krijgt met Rainbow Steve, dat deze monsters, want dat, ja, mag ik jullie zo noemen? Ze zien er niet zo blij uit toen ik die term uitsprak, maar dit zijn echt gewoon mega mobs. En het feit dat ze regenboog zijn maakt het wel een stukje epischer.
Ah, wacht even. Oh, I knew it! We hebben de allereerste gem gevonden. Waarschijnlijk moeten we in alle kisten gaan zoeken of wij daar ergens... Are you serious right now? We hebben al 2 van de 4 gems gevonden. Dus nog 2 gems te gaan en 1 stick. En dan zijn we eigenlijk compleet. Dan hebben wij de ingrediënten die we samen moeten voegen tot het maken van de Rainbow Sword. Oké, we gaan snel verder. Daar zit niks interessants in. Jullie zijn koeien. Geven jullie melk? Of geven jullie regenboogmelk? Zou best wel eng zijn als je regenboog... Jongens... Is er nou een golem ontsnapt? Hij ziet er niet uit alsof hij je druiven gaat geven terwijl hij je masseert. Hij ziet er eerder uit alsof hij je naar de maan werpt. Dus ik kijk een beetje uit. Tot nu toe heb ik nog niet alles gevonden wat ik nodig heb. Dus zou je even aan de kant willen, golem? Ik ga je echt geen duwtje geven, jongens. Ik zou niet durven. Oké, we gaan snel verder. Guys... Nog 1 Rainbow Gem te gaan. En dan als allerlaatste de Rainbow Stick. Oké, we got this. Ik ben nog steeds bang om de kist te openen waar hij momenteel op staat. Maar ik heb niet echt veel keus. Oké, daar zit neer. Ja! Oké. Guys. We hebben alle kisten geopend. We hebben de gems. Maar we hebben de stick niet. Heeft een van jullie dieren toevallig een regenboogstok gezien? Het zou best wel grappig zijn als er gewoon een soort van... huisdier van Rainbow Steve, zoals een hondje die stok heeft aangezien voor een speelgoedje waarmee hij gewoon weg is gered. Dat zou best nog wel een issue kunnen zijn. Sorry meneer de golem, ik zal even langs jou heen moeten lopen. Excuseer me, sorry, oké. Yes, yes, yes! We found, wat is dit allemaal? Gesmolten kobalt? Poeder gemaakt van regenboog. Wacht even. Betekent dat dat er ook rainbow blazes zijn? Het zou maar zo kunnen. En jongens, de rainbow rod. Oftewel, de regenboogstok die wij nodig hebben. En nog wat gesmolten ruby. Ik doe snel het hekje weer dicht. En wij gaan naar de plek om dit te kunnen craften. Guys, ik kan niet wachten. Ik ben serieus heel erg benieuwd hoe het zwaard eruit gaat zien. Als jij de vorige video op mijn YouTube kanaal hebt bekeken waarin ik de Rainbow Pickaxe maakte, dan weet je dat die er echt fantastisch uitzag. Like, de Diamond Pickaxe is episch, maar de Rainbow Pickaxe was wel een stukje epischer als je het mij vraagt. Oké, ik heb de crafting recipe in mijn hoofd. En het enige wat we nu nog hoeven te doen is het nabootsen van dit recept. Oké, daar gaan we. Dus het moet zo. Zo. En dan zo. Yes! We hebben hem. Oh, joh, hij is 2 keer zo sterk als een diamond sword. Oké, luister. Rainbow Steve is een onverslaanbaar kampioen als het gaat om zijn gear. Dit is awesome. En ik denk dat we toch wel eerst even deze kist moeten openen voordat we de achtbaan naar die end nemen. Right. Voordat we misschien die end niet eens meer uitkomen. Ja, laten we eerst even in de kist kijken. Let's go. Wat zijn dat? Een rainbow skeleton. Een rainbow wither skeleton. En een rainbow creeper. Oh, ik weet niet waarom die bloemen erin zitten. Wat heb ik aan een bosje bloemen als ik tegen regenboogmobs moet strijden? Misschien kan ik de bloemen aan hun geven. Zodat ze niet proberen mijn hoofd eraf te eten. Ik denk dat dat echt letterlijk geen zin heeft. Ze hebben waarschijnlijk hun zinnen zometeen al op mij gezet. En ik kan daar niks meer aan veranderen. Waarschijnlijk is dit een manier om onszelf een beetje voor te bereiden op wat er zometeen in die end staat te wachten. Ik neem de Golden Apple en we beginnen met de Creeper. Uh-oh. En we beginnen met de Creeper. 3, 2, 1. Een normale Creeper is al gevaarlijk. Laat staan een regenboog Creeper. Oh, laat me met rust! Uh-oh. Minecraft? Nee, Minecraft! Oh, 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 oh! Oh, jongens! Oh, ik wil echt niet weten wat er gebeurt. Als die explodeert. En gelukkig hoeven we dat ook niet te weten. Tot nu toe gaat het goed, jongens. Tot nu toe gaat het goed. De volgende. Laten we beginnen met de skeleton. De rainbow skeleton. En laten we daarna doorgaan naar de wither rainbow skeleton. 3, 2, 1! Oh, hij heeft nog een helm! Oh, jongens. Oh, hij is super OP. Ga weg daar. Jongens. Mijn Minecraft die slaat bijna vast.
te veel overpoweredheid voor mijn computer. En nu de allerlaatste, de regenboog Wither Skeleton. Hallo? Oh nee, ik dacht heel even dat hij aardig was. Ik dacht voor een aantal seconden dat hij mij niks zou doen. Maar een tegendeel is bewezen. Hij draagt ook gewoon een soort van rainbow armor. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, jongens, maar hij is zo ongelooflijk krachtig. Guys, we hebben een regenboogbot gekregen. Are you serious? Zonder dat we er te veel omheen gaan draaien, gaan we direct door naar de achtbaan. En voor alle duidelijkheid, schijnbaar is dit een van de allerlangste achtbanen ever. Want waar die end zich ook bevindt, deze achtbaan gaat er regelrecht naartoe. Dus ja, we blijven zitten tot het einde. Tot die end. There we go. Oh jongens, dit gaat waarschijnlijk een tijdje duren. Dus ik zou zeggen, nou wacht nog even. Ik wou bijna de versnellingsmodus erin gooien, maar ik wil even genieten. Ik wil even genieten van het feit dat Rainbow Steve mij heeft uitgedaagd tot iets waarvan hij waarschijnlijk had gedacht dat het mij nooit zou lukken. Maar daarom zeg ik altijd, blijf geloven in het onmogelijke. En eigenlijk is het nooit onmogelijk, maar blijf geloven in hetgeen wat in eerste instantie onmogelijk lijkt. Want misschien is het toch een stukje minder onmogelijk dan je in eerste instantie dacht. En oh jongens! Je moet je voorstellen dat de Ender Dragon zometeen gewoon lekker een kopje koffie aan het drinken is. En ineens ziet hij een jongen met een petje en een mega regenboogzwaard zijn kant op komen. Iets wat ik mij trouwens wel afvraag. Dit hier, waar wij net waren, is natuurlijk het regenboogpaleis van Rainbow Steve. Maar waar is Rainbow Steve zelf? En is het überhaupt wel een good guy? Heeft hij geen slechte plannen met mij voor? Ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit eerder gezien en of ontmoet. Like als jullie willen dat ik hem ooit zou ontmoeten. Dat lijkt mij zo gaaf. Een battle. DutchTuber versus Rainbow Steve. Oh jongens, dat is een classic. Die moet ik meemaken. Ik zou de versnellingsmodus er even ingooien. Want jongens, dit kan nog wel een tijdje duren. Oh, wacht even hoor. Ik hoorde zojuist dat ik op mijn eindbestemming ben aangekomen. Kan dat kloppen? Ja. Ja, dat kan kloppen. Guys! Wacht even. Wat is dit voor provocerend gedrag? Wauw, indrukwekkend. Iemand wil ons uitdagen. Wacht even. Dit is hier neergezet. Dit is hier neergezet voor mij. Door wie zou dat hier neergezet kunnen zijn? Er staat hier, ga je gang. Haha, oké. Oké, ik weet niet. Oeh, kleinigheidje. Oh, ik hou van kleinigheidjes. Oeh. Dat is geen kleinigheidje. Like, als dat een kleinigheidje is, wil ik niet weten wat een grotigheidje is. Oké, dit is echt super bizar. Oké, luister, kijk, nu word ik bang, hè. Zoveel goede gear heb je echt niet nodig voor de Ender Dragon. Ik weet dat de Ender Dragon sterk is, maar dit is echt... dit is echt OP gewoon. Like, oké, de diamond gear die kan nog. Eigenlijk valt het mee. Het lijkt heel veel, omdat al die enchanted golden apples daar zaten. Dus dat was een beetje creepy. Wat hebben we nog meer? Wat? Oh. John? Bro, Yo, luister. Alsjeblieft, man. Ik geef je wat appels. En enderpearls. Dan kun je jezelf eruit teleporteren. Ik ben niet medeplichtig aan de ontsnapping van John. Dat was heel erg raar. Oké. Dat is echt super weird. Oké, dan. Wat is dit? Jongens. Oh, we are there. Let's get it. Trouwens. Oh, dit mag ik eigenlijk niet vertellen. Maar ik ga het wel doen. Dat is echt altijd heel naar als mensen dat zeggen. Oh, dit mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik ga het wel zeggen. Ik ga het wel doen. Ik heb gelezen op het internet dat er ook een creepypasta is over een zogenaamde Rainbow Ender Dragon. Het zou een experiment zijn geweest van Rainbow Steve, waarin hij het zat was dat hij de enige Rainbow NPC, Rainbow mob was en hij wou niet meer de enige zijn. En wat is nou de meest krachtige mob die je zou kunnen rainbow-fyen? De Ender Dragon of de Wither? Ik weet eigenlijk niet welke sterker is van de twee. Ben jij Team Wither of ben jij Team Ender Dragon? Spam het in de comments. Guys... 3, 2, 1. Zwaard is gereed. Rainbow Sword. Let's get it. Oh, jongens.
Oh jongens, ik heb hier zoveel zin in. Oké, wacht even. Uh-oh. Ik had blokjes mee moeten nemen. Wat heb ik nou gedaan? Oké, laat ik gewoon even in game mode 1 gaan. Gewoon even puur om hier bovenop te komen. Anders heb ik namelijk wel echt een mega probleem. En nu ben ik weer game mode 0. En waar is de health bar van de Ender Dragon? Ender Dragon? Are you there? Jongens, wacht even. Waarom zie ik het ei van de Ender Dragon al liggen? Alsof die al is ingemaakt? Wacht even. Het ei van de Ender Dragon ligt alleen daar wanneer de Ender Dragon is ingemaakt. Right? Of... Oh, patatatarata, hoofd, schouders, knie en neus. Ik ben bang, ik zie... Hij staat. Oh, hij staat, hij staat, hij staat, hij staat. Hij is daar, hij is daar. Dat is Rainbow Steve. Oké, luister, ik neem al super lang op. Vanwege die achtbaan. Luister, ik moet me hierop voorbereiden. Ik moet eerst alle zwakke plekken van hem vinden. Ik moet weten wat hij hier doet. Ik moet weten of hij een good of een bad guy is. Ik moet meer informatie over hem werven op het internet. En dan kan ik pas naar hem toe. Ik ga dit risico nemen. Het voelt als een valstrik. Het voelt allemaal als een valstrik. Waarom voelt het als een valstrik? John. John zag... Wat als die John die we net achter de tralies zagen... de voorgaande uitgedaagde was... die meedeed met al deze craft challenges... waarin hij eerst een rainbow pickaxe moest maken... en toen een rainbow sword... en dat hij uiteindelijk hier kwam om tegen de Ender Dragon te vechten... dat hij Rainbow Steve zag, blij werd en naartoe liep... en dat hij gevangen werd genomen. Misschien is dat wel gebeurd. Ik heb helemaal niet gepraat met John. Ik weet het niet. Hij was daar. Het is echt Rainbow Steve. Hij wacht, hè? Hij wacht, ja, hij wacht wel degelijk. Je ziet het. Hij is gewoon echt zo van... waar is die jongen die ik heb uitgedaagd? Hier ben ik. Nee, dit kan niet. Nee, dit is een joke. Soraya? Ik denk dat Soraya iets... Kom op. Kom op, Rainbow Steve. Die bestaat helemaal niet. Dat kan niet. Dit is een custom map. Dit is... Die experience die ligt daar om mij te lokken, hè? Want als ik dat zou pakken, heb ik 100 experience. En dat is super nice. Oké, wacht. Kan ik niet gewoon iets dichterbij? Oké, guys. Hij weet. Bedankt voor het kijken. Like de video. Als ik informatie over Rainbow Steve op het internet moet vinden en dan terug moet komen en dan helemaal zo met hem moet strijden. Weet ik eigenlijk niet. Misschien is hij super aardig. Misschien geeft hij me wel rainbow koekjes. Maar misschien wil hij mij wel veranderen in een rainbow koekje. Ik weet het niet, kijker. Like. En dan ga ik het uitzoeken. Alleen dan ga ik het uitzoeken. Bedankt voor het kijken. Adios. Oh, ik ga mijzelf even verdekt opstellen. Dit is zo creepy.